Goedenavond, van harte welkom. Ik ben benieuwd of ik goed te verstaan ben. Zou je in de chat even kunnen laten weten of je mij kan horen? Dan weet ik dat alles doet. En dan kunnen we zo meteen van start gaan. Lieve zeg, goedenavond, jou hoor. Duidelijk verstaan. Mooi, hartstikke goed. Ik zal even kijken. Er zijn verder nog niet zo heel veel mensen, zie ik live. Even kijken wat daar misgaat. Maar lieve, jij bent in ieder geval aanwezig. Ja, ik zie ook Pieter komt erbij. Oh, langzaam zeker komen de mensen nu bij. Dus dat gaat in ieder geval volgens mij allemaal goed. Van harte welkom allemaal. Leuk dat je er ook bij bent. Even kijken. Zo allemaal. Zo. Nog eventjes kijken of daar misschien iets misgaat, waardoor er dit moment minder mensen zijn dan we misschien nog kunnen herstellen. Dus van harte welkom, we zijn nog niet begonnen. Hier eventjes checken of het allemaal goed gaat. Hartelijk welkom allemaal. Nee, dat lijkt volgens mij van allemaal goed te gaan. Dus dan wachten we nog eventjes een paar minuutjes. We beginnen om 8:00. Goed dat je er in ieder geval bij bent. We gaan er weer een interactieve sessie van maken. Dus laat vooral je vragen even in de chat weten. Dan, misschien heb je ze vroeg wel geen beeld, zeg lieven. Dat gaan we eventjes veranderen. En Lilian zegt, ik heb ook nog geen beeld. Ga opnieuw inloggen. Nee, dat hoeft helemaal niet. Ik ga eventjes mijn scherm delen. En dan zitten we, als het goed is, dat je mijn scherm ook nu kunt zien. Ik ga het eventjes checken ook. Ja. Volgens mij gaat dat allemaal gewoon goed. En ik ga ook eventjes mijn video starten. Dan kun je mij even ook, als het goed is, zien. Zo, even kijken. Dus Lilian, als het goed is, zie je nu wel beeld. Zie je mijn camera. Veel beter, zeg liever. Mooi, hartstikke goed. En zie je nu ook mijn scherm waar we mee aan de slag gaan. Vanavond natuurlijk. Dus, maar typ vooral ook je vragen in de chat. Dan kunnen we daar gelijk ook naar gaan kijken natuurlijk. Eventjes. Ja, of er. Zo. Zo, kijken naar zo. En dan gaan we hier schakelen naar een andere scherm. Zo. Kijk of we Jasmin ook nog gaan zien zometeen. Ah, daar is Jasmin, wacht even. Die gaan we gelijk eventjes promoveren tot panelid. En als het panelid is, dan kunnen we Jasmin gelijk ook eventjes promoveren tot co-host. En dan moet ik hier even bevestigen. Zo.
Als het goed is, kunnen we Jasmin zo meteen gaan zien en gaan horen. Dus ik ben in ieder geval heel benieuwd of het allemaal weer gaat lukken. Maar dat gaat lukken volgens mij. Lilian, of... ik kijk even naar de chat, Lilian. dat krijg je multitasken. Ik moet zeggen, Jasmin. Want Lilian had net getikt. Maar Jasmin, die is in ieder geval in beeld. Dus, zeker weten. Jasmin? Ja, gaat goed, Harm. Dus, het is alweer avond gehad. Hier, dus ja. Gaat snel, hè? Leuk weekend gehad. Dat was al, ja. Mooi. Hartstikke goed. Ben je er helemaal klaar voor? Ja, ook prima. Ja. Ja. En zaterdag weer naar de plantage geweest. We zijn druk bezig geweest weer met de bananen en de koffie. Kijk eens dus, aan. Spannend. Dat gaat goed. Gaat goed. Ja, dat groeit gewoon door. Hè. Dat is ook wat mooi. Dat... het regenseizoen lijkt hier een beetje gestart te zijn. Dus wat dat betreft, na een paar maanden geen regen. Ja. Zijn de planten daar en de bomen in ieder geval heel erg blij mee dat er weer wat regen valt. Gelukkig, dat scheelt weer. Ja, en als het hier regent, dan regent het ook echt serieus. Dus dat gaat dan gelijk... Kan me voorstellen. Ja, dat gaat gelijk de goede kant op. Dus dat is een verademing voor de planten en voor de dieren en alles. Dus dat is in ieder geval mooi. Hé, hey, en wat gaan we het over hebben, Jasmin, vandaag? Nou, we gaan het weer hebben van, ja, begin van de week, hè, Harm. Spannende dag altijd, de maandag. Daarbij een beetje een analyse voor de week. Best wel belangrijke analyse. We staan open voor vragen, open voor aandelen die mensen interessant vinden. Dus hierbij gelijk de uitnodiging aan de mensen die er al zijn. De mensen die hier best wel vroeg bij zijn, ook al leuk. Aan jullie... allemaal van harte welkom. Pak je pen en papier bij de hand. Ik hoop dat jullie ook een beetje hebben voorbereid. Of eventueel een voorkeur hebben. Ja. Out of the blue. Voor een aantal aandelen. En daar gaan we hopelijk naar kunnen kijken. Hoop ik. Harm, afgelopen weken was het super druk. Dus er waren vorige week ook een aantal mensen. Ja, die we niet hebben te woord hebben kunnen staan. Die mensen hebben nu weer de kans. Ja. Ja, dan gaan we eventjes kijken wat er gebeurd is in de wereld. Kijken naar verschillende sectoren. En binnen die sectoren gaan we natuurlijk weer kijken naar verschillende interessante aandelen. Want die zijn er zeker. Het is niet alleen maar kommerik wel natuurlijk in de wereld. Dus gelukkig zijn er ook wat kansen. Dus daar gaan we in ieder geval naar kijken. Want als je links kijkt, dan zie je rechts niks, hè? Dat was, nee. Dus je moet goed kijken naar de kansen die er gewoon zijn in de wereld. En Die zijn er zeker. Dus daar gaan we natuurlijk over hebben. We gaan bedrijven bekijken die interessant zijn. We gaan kijken natuurlijk naar een stukje technische analyse, maar vooral ook naar een stukje fundamentele analyse. Wat vinden de grote olifanten ervan? Wat vinden de analisten ervan? En op basis daarvan gaan we natuurlijk kijken van wat zijn nu kansen die we kunnen gaan benutten in de markt. Want we zien in ieder geval... de energiesector op dit moment wat minder interessant. We zien hier bijna 7% eraf vanaf 1 januari. De financiële sector heeft ook wat problemen. Banken die natuurlijk staan te wankelen, dat helpt natuurlijk allemaal niet. Maar er zijn ook wat even al sectoren die het heel goed doen. De capital goods sector is wel interessant. De service sector, natuurlijk de technologie sector, die het eigenlijk al een lange tijd erg goed doet. Dus de totale markt is in ieder geval in de plus. Dus er zijn vast kansen te vinden waar we naar kunnen gaan kijken. Karen zegt goedemiddag, goede avond. Ik ben aanwezig, hartstikke goed in ieder geval. Hartelijk welkom, ook Karel. En Rikkie zegt een goede dag, Harm. En Jasmin en allen die meeluisteren. Nou, van harte welkom ook weer. Leuk dat je er weer bij bent, Rikkie. Een trouwe kijker, slechts luisteraar in ieder geval. Dus mooi. En Harry zegt, ik ben onderweg en heb alleen een iPhone. Wel geluid, geen beeld. Hé, dat is raar, want als het goed is, zou je wel beeld moeten hebben. Namelijk mijn scherm. En ook mij in beeld met de video, maar vooral ook Jasmin. Die natuurlijk veel mooier is om naar te kijken dan ik. Maar goed. Een kwestie van smaak misschien dan ook. Maar goed, laten we het dan zo zeggen. Maar ik denk in ieder geval, Jasmin heeft in ieder geval heeft ook naar de kapper geweest, hè, Jasmin? Ja, maar al een maand geleden of zo hoor, Harm. Je blijft het elke week zeggen.
Ik vind het leuk om elke week complimenten te ontvangen, maar. Nee, het is. Maar het is al Het is, een ja, maand precies. geleden. Ja, heb in ieder geval een goede kapper, heeft in ieder geval goed zijn of haar best gedaan. Nou Dus, ja, voor jou was het €2 uit mijn hoofd, of €2,50. En voor mij was het €400. Dus ik mag hopen dat het wat waard is, ja. Ja, ik was voor €2,50 was ik klaar inderdaad. Dus dus dat is... Ja, volgens mij zei Rob, die zei van, ik kan nog goedkoper. Ik heb gewoon een tondeuze gekocht en ik doe het gewoon zelf. Ja. Dat is nog wel goedkoper. Maar ja, volgens mij wel belangrijk in ieder geval dat je hamer goed zit. Hè? Zeker als de camera aanstaat. Dus ja. Leo is er ook bij. Zeg goedemiddag, goedenavond. Han zegt goedenavond. Piet zegt goedenavond. Robert zegt goedenavond. Nou, er komen steeds meer mensen binnen druppelen. Dus, maar ja, over 3 minuten gaan we beginnen. Dus ook goed in ieder geval zeker, dat mensen nu in ieder geval gaan binnenkomen. En Karel zegt 2,50, dat is te zien, zegt Karel. Nou, dankjewel, Karel. Oh. Nou ja, het is zal kan ik Karel maar verwijderen dan? Nee, joh. Daar kan ik het dan weer mee doen. Er was gewoon niet veel meer van te maken, Karel, vrees ik. Dus, maar... Nou, ik ben blij dat hij het over jou heeft, want ik zou gelijk huilen als hij dat over mij zou zeggen. Dus, Nou ja, ik kan het hebben. Dus wat dat betreft. En Karel heeft gelijk wat dat betreft. Het is natuurlijk. Waar verstand zit, kan geen haar zitten. Dus ik heb niet zo heel veel haar natuurlijk. Maar meer om daar allerlei mooie dingen mee te gaan doen. Maar en we moeten het maar mee. Laten we maar zeggen. Het gaat ook om de inhoud. En niet zozeer ook om de buitenkant. Dus, zeker. Ik zou zeggen. Nog 2 minuutjes. Dus van harte welkom als je nu binnenkomt. Als je denkt van waar hebben ze het over? Nou, over de kapper. Ook belangrijk. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is, waar we het eigenlijk over hebben, is natuurlijk de aandelen. De verschillende sectoren. We zitten nu bijvoorbeeld te kijken hier, als mijn muis het doet, naar de verschillende markten. Hier in ieder geval de markt die toch de goede kant op gaat, volgens mij. Ja. Het gaat. Of er is zoveel inflatie dat alles in prijs stijgt. Behalve natuurlijk gewoon de dollar of de euro. Want dat heeft natuurlijk ook zo zijn effect. Nou, als er forse inflatie is, dan gaan de prijzen natuurlijk omhoog. Dat is ook een van de redenen gewoon om nu te gaan beleggen. Want als je dat dus niet doet, dan ben je door de inflatie natuurlijk gewoon heel veel koopkracht kwijt. En dat is toch gewoon zonde. Dus, zeker, ja. Dus als je ons kan zien en kan horen, laat eventjes weten in de chat. Het liefst ook met een aardige opmerking. Niet zoals Karel, die gewoon zegt voor 52. Het is te zien dat het maar 52 was. Dus je mag ook een aardige reactie achterlaten. Je mag ook aardig zijn vandaag. Je mag ook aardig zijn, precies. Laten we. Nee, dus even kijken. Harry zegt goedenavond allemaal. Ik heb beeld wat vergeten de chatbox te sluiten. Ah, vandaag even. Die zet er nou voor. En Wim is bij jou, geen probleem. Hartstikke goed. John zegt luid en duidelijk te horen en te zien. Piet zegt ook luid en duidelijk. Hartstikke goed. Nou, dan gaan we beginnen, want het is 8 uur in Nederland in ieder geval. Fadila is erbij. Michael is ook weer bij. Hey, leuk. Super beeld en geluid. Hopelijk vriendelijk genoeg. Jazeker. Michael is altijd super vriendelijk. Dus, en Joop zegt, ja, ik ben er ook weer bij. Nou, dan gaan we gelijk beginnen. En dan gaan we beginnen, tenzij er allerlei vragen zijn, om eerst nog even te gaan kijken naar de markt. We zien in ieder geval de markt in zijn totaliteit zo'n 7,5% erbij. En er zijn natuurlijk bepaalde uitschieters zoals de technologieaandelen en de capital goods sector. Nou, misschien dat we daar eens eventjes op gaan inzoomen. Daar zitten aandelen bij, zoals bijvoorbeeld aerospace en defense industry, de construction en mining industry, maar ook bijvoorbeeld de construction services industry. Nou, eens even kijken wat daar allemaal onder valt. Onder andere KB Home, Fluor Corporation. Maar KB Home is dan inderdaad zo'n interessant aandeel. En die zit volgens mij ook in onze pechlijst. Dus misschien ook eventjes goed om daar even op in te zoomen. Gaan we gelijk eventjes een venster openen. Even kijken. Want Mike, misschien wil je straks ook even kijken naar de Dow kijken. Jazeker. Als mijn muis... Ja, ook eventjes wel meewerken hier dan... Gaan we hier ook eventjes Trading View opstarten. Dan gaan we ook eventjes kijken hier naar
Dan zien die Air Liquide in ieder geval ook een mooie stijging. Waterstof krabbelt in ieder geval ook weer een beetje omhoog. KB Home hebben we hier in ieder geval. En hier zien we in ieder geval ook een koopsignaal. Rond de 33 staan we nu, rond de 51. Dus dat gaat in ieder geval de goede kant op. En laten we ook gelijk eventjes gaan inzoomen bij Simply Wall Street. Of dit nog een interessant aandeel is om te volgen. Dus Marie zit er goed. Goedenavond allemaal. Rieke zegt ook NVLH. Ga vanmorgen een koopsignaal. Even een grote olifant. Zou Marcel Boekhoorn zijn. Wat vind je van het aandeel? Gaan we zo gelijk eventjes naar kijken. En dan gaan we eerst eventjes hier. Zo. Ja. KB Home. Kijken of we het aandeel kunnen vinden. Of dat nog interessant is om te gaan volgen. Nou, we zien in ieder geval een redelijk groene tot gele grafiek. Dus dat ziet er goed uit. Eén waarschuwing, namelijk earnings are forecasted to decline by 9.6% per year. Dus dat is dan wel eventjes jammer. Dus dan zal waarschijnlijk die pechratio ook denk ik wat minder. De koers-winstverhouding is laag, 5,5. En als we kijken naar de pechratio, ja, die staat dan op 15,5. Dus die is wat aan de hoge kant. En dat heeft te maken. Nee, dat is trouwens wel raar. Want hier staan dus negatieve cijfers. Earnings growth rate. Ja, en revenue growth rate. Staan hier dus wel in de plus. Maar de earnings growth rate staat in de min. Dus de vraag is of dit nu nog een interessant aandeel is. Lage koerswinstverhouding. Maar ook in ieder geval een lage groei van de winst. Op dit moment in ieder geval nog geen belemmering voor de grote beleggers, de grote olifanten om in te stappen. Maar ik zou er in ieder geval wel voorzichtig mee zijn, want ja, het heeft natuurlijk al een stijging achter de rug. En als er verwacht wordt dat de winst wat gaat krimpen, dan kan het natuurlijk gewoon minder interessant zijn natuurlijk. Nou, gaan we ook even kijken naar de Dow. En de Dow. Even kijken, misschien eventjes een goede vraag aan Michael. Bedoel je de Dow Incorporated? Dat is namelijk ook het bedrijf. Dat is ook was de verwarring bij de Nasdaq. Je hebt ook de Nasdaq en de Nasdaq Incorporated. Nasdaq is dan de index. En de Nasdaq Incorporated is het bedrijf wat dus die, nou in dit geval ja, de Dow, dus de koersen aanbiedt. En Michael zegt de bovenste inderdaad, mijn werkgever. Hey, oké. Okay. Aha, kijk zo. Kijk. Een Dow ja, zit toch een beetje in een dalende trend. Rode achtergrondkleur. Niet echt op dit moment heel uitbundig. Misschien ook eventjes leuk om nog even een iets langere periode te bekijken. Dan zien we eigenlijk dat de afgelopen jaren er niet zo heel veel gebeurt. Ja, we zien 2020, 21, 22 en nu ook 23. Het is een beetje zijwaarts. 2022 was in ieder geval na zeg maar, alle schrikvideo's van China, zeg maar, dat er een dodelijk virus en mensen zo dood op straat vielen. Daarna is er wel weer herstel ingetreden. Dus bleek het allemaal toch wel iets minder heftig te zijn dan wij op de video zagen. Van de $26 naar de $68. Daarna is het een beetje stilgevallen. Zal ik even kijken. Afgelopen jaar. Zien we hier even op weekbasis zetten. Nou, ook wel een beetje zijwaarts patroon. Dus het is niet echt heel uitbundig. Zal ik even kijken naar de verschillende analisten. Wat die vinden van. Even kijken. De Dow. Dan moeten we de Dow inkopen. Dit is een nice. Nou, dan gaan we met de Dow Inc. Nee, maar we willen hem hier niet zo snel terug. Even kijken. En dit is de Dow, maar het zou ook kunnen, hoor, dat dit de Dow Incorporated, dezelfde goede inderdaad. Het is een beetje oranje, niet echt heel uitbundig dus ook. Ze hebben veel schulden. Een niet zo stabiel dividendhistorie. En de winstmarges zijn lager. Nou, even kijken naar de valuation. Dan zien we de koersinshouding 12,5. Dat is niet super hoog. En ook even kijken naar de pechratio. Kijk, die staat nu wel gunstig. 0,6.
Dat betekent namelijk dat de toekomstige winstgroei, die zit hier op 14,5. Dus het is inderdaad wel een ondergewaardeerd groeiaandeel te noemen. Het is niet super duur, hè, wat we al zagen. Kijk naar de koerswinstverhouding, een 12,5 is niet super duur. Maar we moeten ook wel even serieus kijken naar de waarschuwingen die er zijn. Nou, veel schulden. Als we daar even op klikken, dan zien we de debt-to-equity ratio rond de 70. De schulden ten opzichte van de bezittingen is 70%. We zien hier dat voor de korte termijn er wel in ieder geval meer bezittingen zijn dan schulden. Dat is gunstig. En ook voor de lange termijn zien we meer bezittingen dan schulden. Maar hier zien we nog eventjes ook verschil in de historie. Dus het eigen vermogen is hier wat teruggevallen. Krabbelt nu weer een beetje op. En de schulden zijn ze voor zich aan het afbouwen. Dus dat is in ieder geval wel gunstig. Maar wat ik altijd wel interessant vind, is dat we gaan kijken naar die PEG-ratio. Dat vind ik altijd een belangrijke, omdat het namelijk uitdrukt de PI, de koerswinstverhouding, uitdrukt in de groei van de netto winst. En als die onder de 1 staat, dan zien we dat er in ieder geval een groei is. 14,8 verwachte winstgroei. En dat komt nog niet echt tot uitdrukking in een hogere koerswinstverhouding. Dus in die zin, daar zie je dus dat de verhouding tussen koerswinstverhouding en winstgroei in ieder geval gunstig is. Dus dat is interessant, maar leuk om op je lijst te zetten. Alleen op dit moment niet koopwaardig, want we hebben in ieder geval geen groene pijl. We zien overigens wel hier in het verleden dat er een mooie rit gemaakt is. Een koopsignaal hier en er dan weer uit met een winst van zo rond de 44%. Het is niet spectaculair, maar het is natuurlijk toch een hele mooie. En belangrijk ook dat we de dalingen, zoals hier bijvoorbeeld, we die niet hoeven mee te maken. Nu dus ook weer even een zijwaartse daling. Dus je kunt er op je lijstje laten staan wat mij betreft, Michael. Alleen op dit moment dus niet echt een koopsignaal. Dus nou, eventjes kijken, want er zijn inmiddels denk ik wel weer wat minder of wat meer bijgekomen inderdaad. Vragen. Karen zegt, wat vind je van Emerson Electric Company? Geeft recent een koopsignaal. Even kijken, hadden we er eentje over het hoofd gezien? Ja, zo even die van Ricky nog, anders zakt die zo meteen nog helemaal weg. Dat is NWLH, gaf er een koopsignaal. Dan gaan we kijken of we die hier op het scherm kunnen toveren ook. Nevada Lithium Resources. Interessant natuurlijk, want we zijn natuurlijk met z'n allen natuurlijk aan het kijken hoe we de energie die we opwekken moeten opslaan. En we zien dus hier een koopsignaal. Misschien ook wel belangrijk om vast te stellen dat er dus een forse daling is geweest van hier 60 cent naar naar het dubbeltje. Naar de 10 cent. Heel pittig. Ja, die is behoorlijk pittig. En dan heb je natuurlijk wel weer een forse stijging nodig, wil je het weer goed komen. Het is wel een aandeel wat flink springerig is. Hè. We zien hier een koop. En volgens een buy exit, dat betekent dat de stop los is geraakt. We zien ook hier een forse stijging. Dus het is wel een aandeel wat behoorlijk op en neer springt. Dus dat is wel iets om in de achter te houden. Het is behoorlijk volatiel. Ja, heel volatiel vooral, hè? Ja. Ja, zien we hier ook een enorme stijging en een forse daling. Dus het kan natuurlijk te maken hebben met dat er maar weinig aandelen worden verhandeld. Even kijken of we het hier kunnen zien. Het volume zien we hier. Average volume zijn 339.000 aandelen. Dus dat valt op zich wel mee. We moeten wel natuurlijk realiseren dat dat tegen 30 cent is. Dus het is ongeveer $100.000 wat er omgaat. Een stuk voor een aandeel in Canada, Canadese dollars. Niet echt heel spectaculair. Dus je kan door het lage volume natuurlijk wel aardig wat bewegingen verwachten. Want dat kan natuurlijk gewoon als jij ineens voor €100.000 of $100.000 gaat kopen, kan je natuurlijk de koers alle kanten op laten springen. Dus dat is wel eventjes iets om in het achterhoofd te houden. Maar laten we ook even kijken naar wat de analisten ervan vinden. Even kijken wat dat was. NVL. Nou, ik denk, Harm, als je hier een ton tegenaan gooit, dat je daadwerkelijk invloed hebt op de markt. Dan heb je een groot invloed.
Ja, dus ik zou wat dat betreft voorzichtig zijn. Want het is natuurlijk, als iedereen door dezelfde deur naar binnen wil, dan heeft dat natuurlijk zo zijn impact. Maar natuurlijk ook als iedereen door dezelfde naar buiten wil. En dat heeft ook op het moment natuurlijk wel wat negatieve consequenties. Als je er dan uit wilt en je bent niet de enige, dan Nou, we zien ook hier, het is vrij rood, overal rode kruisen. Dus dat is wel ook een teken aan de wand natuurlijk. Mineral Exploration Company. We gaan even kijken of we hier iets van kunnen vinden. We zien hier een PE ratio not available. Dus ik denk dat het net een beetje te klein is ook voor analisten om te volgen. Dus het zegt niet zoveel, not available. Dus hier kunnen we helaas niet zoveel van terugvinden, wat de analisten ervan vinden. Eigenlijk alleen, en dat zegt eigenlijk ook wel, als er weinig analisten het volgen, ja, dan ben je dus een beetje overgeleverd aan mensen die plotseling gaan kopen of gaan verkopen. Dus er is niet heel veel handel in het fonds. Wat dus zorgt als er, als Jasmin ineens gaat kopen, bijvoorbeeld dat de koers ineens omhoog springt. En als Jasmin eruit springt, dat de koers ineens weer fors naar beneden gaat. Dus wat dat betreft, ja. Nee, maar het kan, hè. Dus dat je op die manier natuurlijk als individuele belegger natuurlijk een grote invloed gaat krijgen op de koers. En dat wil je eigenlijk natuurlijk gewoon niet. Dus hopelijk kun je hiermee iets, Ricky in ieder geval, dus wees erg voorzichtig mee. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus we hebben twee Rickies. Dus wees in ieder geval voorzichtig, Ricky. En even kijken, de vraag van Karel. Emerson Electric Company, EMR. Gaan we daar eerst even naar kijken. En dan hebben we hier EMR, Emerson. Het is ook een beetje zijwaarts. Het is niet echt heel spectaculair. Wel in ieder geval een koopsignaal en ook hier een re-entry signaal. Alleen, ja, wat ik toch altijd een beetje jammer vind, is als de koers dus een beetje zijwaarts beweegt. Ik wil niet zeggen dat je er geen geld kunt verdienen. Je ziet hier in ieder geval een mooie rit. Na het koopsignaal hier gaan we dan weer uit met een winstje van 42%. De daling hoeven we niet mee te maken. Dit is een beetje zijwaarts. Ja, even kijken. Als we hem op all zetten, wat er dan gebeurt. Kijk, in het verleden zijn er wel hele mooie dingen gebeurd. Ja, we zien hier in ieder geval hele mooie, mooie stijgingen. Ik zet wel op een week dat we hier in ieder geval een mooie rit hebben gemaakt. Daar een mooie rit hebben gemaakt. Hier een mooie rit hebben gemaakt. En dit zou dus zomaar weer eens een mooie rit kunnen worden natuurlijk. Maar even de vraag. Ja, die is even ietsje inzoomen. Op de recent. Dus we zien in ieder geval, het is een beetje zijwaarts de afgelopen tijd, maar wel een koopsignaal. Nou, even inzoomen, ook EMR, wat de analisten ervan vinden. Dan gaan we die hier op zoeken, EMR, Emerson Electric. Zien jullie dat er steeds meer mensen binnenkomen? Van harte welkom ook allemaal. Leuk ook dat je erbij bent. We zien in ieder geval een tweetal waarschuwingen hier. Earnings are forecast to decline. Dat is natuurlijk gewoon minder. Want we kijken natuurlijk gewoon ook vaak natuurlijk naar groeiaandelen. Een bedrijf wat natuurlijk gewoon, waarvan verwacht wordt dat het gaat krimpen. Ja, daar willen we natuurlijk wel heel voorzichtig mee zijn. Nou, eerst even kijken. Wat doen ze? Technology and engineering. Solutions for customers in industrial, commercial and consumer markets. Ja, op zich mooi als je inzoomen op onze koersverhoudingen. PE ratio 17. Nou, dat is op zich aardig. Maar onze PEG ratio die staat er gewoon te hoog. En dat heeft ook alles te maken met de verwachte winstgroei. En die staat hier dus negatief, min 3,2. Revenue growth, min 4,3. Earnings per share growth rate, min 0,3. Even kijken, we zien ook hier consensus revenue estimates voor bij 17%. Dus wat dat betreft, de analisten zijn er niet zo heel erg happig op. Dus de vraag is of je die op je wensenlijstje wil hebben. Want ja, er is een groene pijl. Alleen het kan dus best wel zijn dat, omdat de analisten verwachten dat het in ieder geval gaat krimpen, dat ja, dit in ieder geval niet echt een groeiaandeel is wat jij op je lijstje wilt hebben. Dus, maar het is ongetwijfeld de reden aan Karel dat je er naar kijkt. Dus misschien zit het in een bepaalde sector
die je interessant vindt. Dus ik ben ook wel benieuwd, Karel, wat je daar verder, wat je overwegingen daar verder bij zijn. En Daaf zegt, hallo Jasmin, ben je nog steeds positief over Baba na de tik van vorige week? Nou, ik ben wel benieuwd wat Jasmin daarvan vindt. Jasmin, staat, de microfoon zit uit en de camera zit ook uit. Dus ik weet niet wat Jasmin, waar die is. Maar misschien komt ze zo meteen even terug, kan ze iets vinden over Baba. Ik ga in ieder geval vast eventjes kijken naar de koers van Baba. Even kijken, Alibaba Group. Nou, kijk, wat we in ieder geval denk ik ervan mogen vinden, is dat het nog steeds gewoon in een groene achtergrond in een stijgende trend zit. Al is het wel voorzichtig, hè, want dat is natuurlijk wel iets wat we moeten vaststellen. De koers heeft natuurlijk een behoorlijke duikeling gemaakt. Van boven de 300 naar rond de 60. Dus ja, er zit natuurlijk wel weer potentie in. Misschien gaat het wel weer terug naar het oude niveau. Alleen dit zijn natuurlijk wel gevaarlijke bewegingen die je natuurlijk gewoon ziet. Hè. Het kan zijn dat Baba natuurlijk een beetje zijn beste tijd gehad heeft. Dus ook even kijken naar de maandgrafiek. Dan zien we natuurlijk, dit aandeel heeft natuurlijk een behoorlijke beweging laten zien. Ook op maandbasis, het is natuurlijk geen waarde, maar groei. En dan zien we even het totale plaatje. Een forse stijging van rond de 60 naar de 300, maar ook van de 300 weer naar de 60. En waar we dus nu eigenlijk voor de wat kortere termijn wel in ieder geval weer een koopsignaal hebben gehad. Ondanks inderdaad de duikeling van de afgelopen week. Ja, daar is Jasmin weer. Jasmin, we misten je. We waren al op zoek gegaan naar je. Waar was je? Ja, sorry. De klanten denken natuurlijk dat ik gewoon aan het werk ben. Dus ik werd tussendoor gebeld. Dus ik moest heel even opnemen. Oké, geen probleem. Nee, de vraag van David was, Jasmin, ben je nog steeds positief over Alibaba na de tik van vorige week? Ja, ik hoorde het. In principe, ik had al naar de grafieken net gekeken. Het is wel een tricky markt op dit moment. Kijk, als je kijkt naar het aandeel, je ziet dat hij in het verleden wel een hogere prijsrange heeft gehad. Je ziet dat hij nu eigenlijk wel een diepe duik maakt en vervolgens net voorbij een buy-signaal is. Dus momenteel zie ik daar geen potentie in. Maar waar ik eigenlijk op zit te wachten, David, is het momentum dat hij weer naar de oude price range neigt te gaan. Dus ik zou vooral even een afwachtende houding zitten nu momenteel, vanuit mijn kant van de analyse. Als je het mij vraagt, zit er best wel veel potentie in het aandeel. Vooral, Baba is gewoon wat dat betreft gewoon echt wel een betrouwbaar aandeel. Er gebeurt veel, er zit veel nieuws, veel ontwikkelingen, veel progressie ook in het aandeel. Dus wat ik altijd doe, is naast het analyseren van de grafiek, is ook even het nieuws in de gaten houden. En in dat opzicht gewoon echt even met de trading navigator echt even afwachten. Even op je handen zitten, zoals ze altijd zeggen. En wacht tot een buy-signaal. Maar ik verwacht wel dat het binnenkort weer komt. Maar voor nu niet, in ieder geval. Nee, wat belangrijk is om te constateren, we zien hier natuurlijk een koopsignaal op 12 juni. Ja. En we zien eigenlijk de week daarna geen re-entry signaal. Ook deze week, maar goed, deze week is natuurlijk nog niet om. Hè. Kan er een hoop gebeuren nog. Dus misschien komt er nog meer beweging in. Alleen, dat gaat in ieder geval niet resulteren in een koopsignaal. Want we zien in ieder geval hier dat we onder het vierweeksgemiddelde zijn geweest. Dus er is op dit moment in ieder geval onvoldoende momentum, wat je zegt, Jasmin, voor de korte termijn. Het vraagstuk wel, hè, willen we dit op ons wensenlijstje hebben? Nou, als ik kijk naar wat de analisten ervan vinden. Hier staat no risk detected, dus dat is in ieder geval mooi. Dus ook een beetje gelig, groenig. We zien hier in ieder geval een aantal mooie opstekers onder de fair value. Ook belangrijk, groeiaandeel. Verwacht in ieder geval dat de groei ongeveer zo'n 17% per jaar is. En ook in het verleden zo'n 17% winstgroei erbij. En de analisten die zijn er toch wel positief over. Die verwachten een stijging van zo'n 64%. Dus het is wel iets, denk ik, wat we op ons lijstje zouden kunnen hebben. Het is natuurlijk niet overdreven duur, 21 keer de winst. En als we gaan kijken naar de PEG-ratio 1.3, het zit niet onder de 1. Maar ik vind het al met al natuurlijk wel iets wat ik toch inderdaad wel op mijn verlanglijstje zou willen zetten. Alleen pas instappen als er dus, wat Jasmin ook zegt, hè, als er een momentum is, als er dus een re-entry signaal dan ontstaat. Dus nu in ieder geval nu even niet. Hè? Dus, maar wacht dat eventjes rustig af.
Ja, we zitten nu eigenlijk een beetje in de backtestfase, waarbij we eigenlijk wachten op een retest van het prijsniveau. En we wachten eigenlijk gewoon een beetje op een moment dat hij zegt van hey, er staat een re-entry, dat betekent dat hij de prijsrange heeft doorbroken. Dus wat misschien wel leuk is om te doen, David, is om voor jezelf een ja, denkbeeldige, maar eigenlijk een letterlijke lijn te trekken op de kaart. En even te kijken naar als die prijsrange doorbroken is, om te kijken wat er dan gebeurt met het aandeel. Dus hou hem vooral in de gaten. Ja, ik denk dat het ook goed is om te kijken. Er ligt dus een duidelijke bodem in die markt. Rond deze 80. Maar wat ook wel belangrijk is om te constateren, is dat deze toppen steeds lager komen te liggen. Ja, als dit dan een nieuwe top is, dan hebben we dus... niet helemaal. En we weten wel, vroeg of laat moet hij hier uitbreken. Want die lijnen komen steeds dichter bij elkaar. Dus de vraag is er gewoon, wordt dit dan een dubbele bodem? Of wordt dit een zoveelste lagere top die misschien kan leiden tot een lagere bodem? Dus belangrijk is in ieder geval om deze periode even af te wachten. En dat zal waarschijnlijk ook gepaard gaan met het feit dat als de dalende trend wordt doorbroken, die lijn met lagere toppen, dan zal dat ook vertaald worden natuurlijk gewoon in een koopsignaal of een re-entry signaal. Dus volg gewoon de pijlen 1 keer in de week, 5 minuutjes. Dan, we hebben al vastgesteld, hè, dit zou prima op ons wensenlijstje kunnen. Maar nu is dit in ieder geval nog niet het moment om natuurlijk gewoon in te stappen. Dus ja. Johan zegt, kun je ook je scherm delen van Simply Wall Street? Jazeker. En dat doen we ook met enige regelmaat. Zoals hier bijvoorbeeld, hè, dit is de Simply Wall Street. En ook hier, misschien eventjes goed. En we zien hier in ieder geval wat de analisten ervan vinden. En belangrijk ook, hè, er zijn geen risico's gedetecteerd, maar wel 4 opstekers in ieder geval. Dus dat is in ieder geval goed. Pechratio in de buurt van de 1. Het liefst natuurlijk gewoon onder de 1 staan, maar Alibaba heeft natuurlijk al een aardige reputatie opgebouwd. Dus de groei zit natuurlijk al een beetje verdisconteerd in de huidige koers. Dus de koers is natuurlijk wel wat hoger. Even kijken, Jan-Pieter die stelt ook een mooie vraag. Het lijkt een jong bedrijf, net opgericht naar aanleiding van het contract waarschijnlijk met Tesla. Maar even kijken, Jan-Pieter, of ik dan ook even kijken, de rest van de vraag erbij kan vinden. Nee, ik kan eventjes niet terugvinden op welk aandeel dat dan betrekking heeft, deze opmerking. Volgens mij was het Emerson. Over die Emerson. Ja, volgens mij was het Emerson waar kijken. Het over had. Oké. Het contact met Tesla. Mij niet helemaal 100% duidelijk. Maar misschien kan je het nog eventjes toelichten in ieder geval. En Leo, ik ben benieuwd wat je vindt van Roblox. Nou, gaan we eventjes naar kijken. Roblox. En dan gaan we eerst maar eventjes kijken naar wat de analisten ervan vinden. Roblox. Die zijn er niet zo enthousiast over. Rood en een heel klein vlakje. Wel een aantal waarschuwingen. Allereerst een krimp van de inkomsten. Ze maken verlies. En het is niet te verwachten dat ze komen 3 jaar winst gaan maken. En ook de insiders, het CEO, de CFO, de COO, noem alle C's maar op. Die zijn in ieder geval waarschijnlijk ook niet zo enthousiast, want die zijn aandelen aan het verkopen. En shareholders binnen looten, dus er zijn ook nieuwe aandelen uitgegeven, waardoor dus kapitaalverwatering heeft plaatsgevonden. Dus al met al niet echt heel positief. Wel in ieder geval positief, revenue forecasted to grow 18%. Nou, gaan we even kijken of we hier nog wat van kunnen vinden met een PE ratio. Omdat ze dus verlies maken, is de koers-winstverhouding onder 0. En ik ben over het algemeen niet echt een voorstander van een bedrijf dat verlies maakt. Want verlies maken, dat kan ik zelf ook wel. Daar heb ik niemand anders voor nodig. Dus waarom moet ik daar dan in gaan investeren? Dat is al waarschijnlijk ook die pechratio. Nou, is dat non-available? Omdat er dus geen winst is, kunnen we daar dus niks van zeggen. Dus Roblox, analisten zijn er in ieder geval niet enthousiast over. Misschien ook even kijken wat de grote olifanten ervan vinden.
Nou, die zijn dan ietsje positiever. Hè? We zitten namelijk in een stijgende trend. Maar we moeten hier ook wel eventjes ons realiseren dat de koers van de 140 terugging naar de 22, oftewel 84% van de koers ging er dus af. Blij dat wij er dus niet in zaten. Dus misschien gaat het wel weer terug. Hè? Wie weet. Maar vooralsnog moeten we constateren dat de koers eigenlijk sinds maart... vanaf maart 22 dat de koers in ieder geval toch redelijk zijwaarts gaat. Dus er is nog niet echt heel veel, hè, wat jij nou zei, Jasmin, er is weinig momentum. Momentum is een van de zaken waarvan wetenschappers aangetoond dat je daarmee de markt kunt verslaan. Dus als een aandeel eenmaal weer momentum heeft, wordt het interessanter om iets mee te gaan doen. Maar ik zou in ieder geval niet op een wensenlijstje zitten, dat ten eerste. En twee, we hebben in ieder geval wel een groene achtergrondkleur. Maar ik krijg er in ieder geval niet echt hele warme gevoelens bij. Dus Rieke zegt, dank je. Ik blijf er voorlopig eventjes van af. Het is en blijft natuurlijk gewoon wel jouw beslissing, Rieke. Maar het is natuurlijk mijn visie, het is mijn mening. Maar dus wat dat betreft, niet ineens... Als de koers ineens volgende week 100% hoog gaat zeggen van ja, maar hoe had je dat nou kunnen zeggen? Hè, ik heb ook geen glazen bol. De ene is, ik laat je in ieder geval, ik wil je graag delen met je hoe ik er naar kijk. Dus ik maak allereerst een mooi wensenlijstje en vervolgens ga ik eens kijken op basis van de wensenlijstje waar de scope- en verkoopsignalen zijn. Karel zegt, ik kwam het per toeval tegen. Het kan natuurlijk een hele mooie verrassing inderdaad gewoon opleveren. Maar het is, er is ook niks mis mee. Hè, dat je op die manier natuurlijk een mooi lijstje voor jezelf gewoon maakt om te volgen. Zodat je op die manier natuurlijk wel je wensenlijstje klaar hebt. En op die manier één keer per week door het lijstje heen loopt. Dus, Michael zegt, we moeten vandoor. Succes iedereen van de week op de beurs. Dankjewel Michael, ook leuk dat je er weer bij was. En Reina zegt, Petróleo Brasileiro, zien we daar veel potentie? Dat weet ik niet, maar daar kunnen we misschien wel vrij snel iets van vinden. Even kijken. Even hier op stok zetten, Petróleo Brasileiro. Even kijken. Dit moet hem dan zijn, Petrobras. Nou, we zien in ieder geval wel een groene achtergrondkleur, dus dat is in ieder geval mooi. We zien ook in het verleden dat er in ieder geval wel wat te doen is geweest met het aandeel. We zien overigens ook, het is niet echt heel uitbundig. Er zijn periodes geweest dat het in ieder geval wel goed ging, maar de koers is wel van de 70 teruggezakt naar de, ouch, de 2. Dus dat is in ieder geval eventjes wel belangrijk dat wij er gelukkig niet in zaten. Dus wij hebben daar in ieder geval niet... onze vingers aan gebrand of onze vingers aan gesneden aan vallende messen. Dus we zien in ieder geval wel dat het nu in ieder geval wel weer de goede kant op lijkt te gaan. We zien een koopsignaal. Maar echt heel enthousiast kan ik er in ieder geval niet van worden. We gaan even kijken wat de analisten ervan vinden. PBR, kijken of we hem zo makkelijker kunnen vinden. Als tickercode PBR. Petróleo Brasileiro Petrobras. Nou, we zien in ieder geval twee waarschuwingen. Earnings are forecasted to decline. Dat is natuurlijk geen goed nieuws. En ook het dividend track record is niet zo stabiel. En dat is natuurlijk ook geen reclame. Er kunnen een groot aantal beleggers die natuurlijk puur gewoon kijken naar een aandeel voor het dividend. En die zullen hier in ieder geval dan met een boog omheen lopen. Nou, we gaan even kijken naar de PE ratio, de koers-winstverhouding 2,2. Dat is natuurlijk wel uitzonderlijk laag en dat is super goedkoop. Want dat betekent namelijk dat je twee keer de winst betaalt. Dus als ze dus een euro winst maken, dan is de koers 2,20 euro. Nou, dat is natuurlijk een hele interessante. Dan ben ik ook wel benieuwd waar die pechratio op staat. Die staat er net op onder de 0. En dat heeft ook te maken met het feit dat analisten verwachten dat de winst gaat dalen. En we zien hier in ieder geval min 27. We zien hier ook revenue grow
Min 11%. Dus het is in ieder geval een bedrijf waarvan analisten verwachten dat het gaat krimpen. Dus de vraag is, wil je dit dan op je wensenlijstje hebben? Nou, we zagen ook al eerder dat die energiesector het niet zo gek goed deed. En we zagen hier, even eentje terug. Min 6,95, een van de grootste dalers binnen het hele plaatje, of de grootste daler, de sector die het minst goed doet. De hele markt is 7% omhoog en de energiesector gaat 7% naar beneden. Het heeft ook alles te maken natuurlijk gewoon met de forse stijging van vorig jaar in ieder geval. Maar ik zou in ieder geval dit aandeel in ieder geval niet op mijn lijstje zetten. Het is leuk om in de gaten te houden natuurlijk, hè? Zeker met een koerswinstverhouding van rond de 2. Maar het feit dat verwacht wordt dat de winst gaat krimpen, is natuurlijk geen reclame natuurlijk om in een aandeel te gaan stappen. David zegt duidelijk, dankjewel, graag gedaan David. En Jasmin zegt ook leuke vraag. David, dankjewel. En Leo zegt dankjewel voor de uitleg. Graag gedaan, Leo. Nou, laat vooral ook gewoon eventjes je vraag eventjes in de chat eventjes weten. Als je vragen hebt, nu kan je in ieder geval je vragen stellen. Dan kunnen we daar ook gewoon live op inzoomen. Ik ga nog eventjes terug naar deze sector. Want hier waren we net ook eventjes bezig. Met de construction services, nou hadden we al gezien, KBH 60% omhoog. Pulte Group is volgens mij ook eentje die voorkwam op onze pechlijst. Ik moet hem hier niet op zetten. We zien in ieder geval hier Pulte Group, wellicht ook interessant. Pulte wordt in ieder geval ook elke maandag eventjes bekeken op onze pechlijst. We zien in ieder geval dat het nu wel wat minder is geworden. We zien hier in ieder geval nu een aantal waarschuwingen, onder andere dat verwacht wordt dat de winst gaat krimpen voor de komende jaren, voor de komende 3 jaar zelfs. En ook dat de ratten als eerste het zinkende schip verlaten. Dat is het ook altijd een waarschuwingssignaal. Als de mensen die aan het stuur zitten, zelf in ieder geval hun aandelen gaan verkopen. Dus we gaan even kijken naar onze ratio's. Koerswinstverhouding 6,4. Niet super hoog. Alleen, ja, de pechratio staat natuurlijk onder de 0. Omdat we verwachten dat de winst in ieder geval gaat krimpen. Dus Pulte Group. Misschien ook even hier nog even gaan kijken. Wat de grote olifanten ervan vinden. Pulte Group. Daar zit in ieder geval hier nog wel aardig wat muziek in. Dus wij hebben hem. Ik denk ook nog op ons. Even kijken of ik hem zo snel kan vinden. Ik dacht dat hij. Ja, wij hebben hem gekocht op 18 januari van dit jaar. We staan 51% in de plus bij Pulte Group. Dus dat is in ieder geval wel mooi. Nou, dat is ook toevallig. Ook het moment waarop een koopsignaal. Nou, dat is niet helemaal toevallig, denk ik, Jasmin. Dat wij hem kopen na een koopsignaal. Maar je ziet in ieder geval ook hier 51% stijging na het koopsignaal. Dan zien we hier ook dat nou, komt ook redelijk overeen natuurlijk. Hè, met, we zijn natuurlijk waarschijnlijk ietsje hoger ingestapt. Maar je ziet dat het in ieder geval wel een mooie is. Maar we houden hem in de gaten natuurlijk. Hè. We hebben natuurlijk onze stop los. De rode stippeltjes, je hebt 20% vanaf de hoogste slotstand mee omhoog lopen. Dus mocht er ineens een omslag komen in deze trend, dan nemen we afscheid. Of bij een sell, of bij het doorbreken van de stoploss. Gaan wij er in ieder geval uit, want we gaan natuurlijk niet die mooie opwaartwinst zomaar weer prijs geven. Maar de grote olifanten zijn blijkbaar toch enthousiaster dan de analisten in ieder geval. Frans zegt, hoe zat het met de TEFSEC Challenge? Nou, goede vraag. Kunnen we wel eens eventjes naar gaan kijken. Dan moeten we eventjes hier gaan kijken naar Bitcoin. En dan hebben we hier even, ja, TEFSEC. Dan gaan we eventjes inloggen. Zo. Of daar wat van kunnen zeggen. Ja,
Dat is in ieder geval weer te zien. Nou, we zien dat we onze winst weer hebben ingeleverd, volgens mij. Even zeggen, plikken. Ja, we staan nu nog maar op $98 winst. Het is een beetje... De cryptomarkt is een beetje weer in de lift. En wij zitten voor een belangrijk deel short. Dat betreft moeten we natuurlijk... ook met de crypto er rekening houden dat het natuurlijk een behoorlijk volatiele markt is. We staan nog wel in de plus. Alleen een deel van onze winst zijn we natuurlijk weer kwijtgeraakt, helaas. Even kijken. Piet die zegt, Ari Technologies is een aanrader. Even kijken of we die kunnen vinden. Frans zegt, Harm, ik bedoel eigenlijk de nieuwe waar je aan werkt. Oh, de nieuwe challenge. Ja, dat gaat goed. Dat is nog wel eventjes een plusje om dat goed neer te zetten. Maar dat vordert in ieder geval gestaag. Ook op basis van de feedback die we hebben gekregen. We hebben een enquête uitgestuurd om meer inzicht te krijgen van waar je allemaal tegenaan loopt. Zodat we dus een challenge gaan maken die aansluit op hetgene waar jij dus behoefte aan hebt. Dus dat is in ieder geval belangrijk. Dus mocht je dat nog niet hebben ingevuld, dan heb je nog de kans. Dan kunnen we het ook gewoon eventjes meenemen als input voor de ontwikkeling van de challenge. Maar de crypto challenge, is... het was ook wat we hebben laten zien, hoe je dus 100% kunt maken. Alleen, ook aangetekend, crypto is natuurlijk gewoon vreselijk volatiel. Daar vertel ik in ieder geval, denk ik, niks nieuws mee. Array Technologies. Nou, groene achtergrondkleur, stijgende trend. Of het een aanrader is, Piet, dat gaan we eventjes bekijken. Als we gaan kijken of die op ons lijstje hoort. Of die op ons wensenlijstje hoort. Array Technologies. Dan zien we in ieder geval hier wat waarschuwingen. Onder andere dat ze niet echt goed in staat zijn om de rentelasten te kunnen voldoen uit de winst. Dus dat is natuurlijk wel even een belangrijke waarschuwing, een rode vlag. En er zijn in ieder geval ook wat eenmalige baten of lasten die in ieder geval een behoorlijke impact hebben op het resultaat. Nou, wat wel natuurlijk mooi is, is dat er groeiaandeel is. Hier verwachten analisten een groei van 41%. En ze maken winst. Dus gaan we even kijken wat dat betekent voor de koers-winstverhouding. Ja, dit is dan natuurlijk weer iets wat we het liefst niet zien. 415 keer de winst betalen. Dus als ze 1 euro winst maken, staat de koers op 415. Dus ik denk niet dat die pechratio heel erg gunstig is. Nee, een 11. Dus dit is natuurlijk gewoon, naast het feit dat ze niet in staat zijn waarschijnlijk om de rentelasten op te kunnen hoesten, is natuurlijk ook eventjes een rode vlag als je 400 keer de winst betaalt. Dus ik zou zelf hier in ieder geval toch met een grote boog mee willen lopen. Dus het zit wel in een stijgende trend, maar meer dan zijwaarts is het ook niet echt natuurlijk. Hè. Dus ik zou er in ieder geval, ik zou het zelf niet als een aanrader zien, Piet, in ieder geval persoonlijk. Lucien zegt, wat vind je van CCL? Nou, dan gaan we even naar kijken naar de koersontwikkeling. Allereerst CCL. Dat is Carnival Corporation. En Carnival, is in ieder geval weer een mooie stijgende trend. Lijkt een beetje uit de daande fase te zijn, waar de koers is van de 26 terugviel naar de 6. En nu wellicht wel weer in ieder geval in de stijgende trend zit. Gaan we even kijken wat de analisten ervan vinden. CCL. Carnival Corporation. Nou, niet echt heel erg uitbundig. Hè. We zien hier wel een rood klein vlakje. Kapitaalverwatering, nieuwe aandelen uitgegeven. En dan gaan we even kijken naar de koers-winstverhouding. Die staat op -4. Dat betekent dat ze in ieder geval verlies maken. Unprofitable. Een bedrijf dat verlies maakt. Ja, daar ben ik in ieder geval niet zo heel enthousiast over. Misschien dat het er wel weer goed komt. Hè? Want we zien hier in ieder geval wel een winst
groei, verwachte winstgroei van 88%. Maar ja, ik wacht dan het liefst eerst eventjes af tot in ieder geval daadwerkelijk weer winst maken. Dus, maar het zou in ieder geval wel iets kunnen zijn wat interessant zou kunnen zijn naar de toekomst toe. Maar nu in ieder geval ook niet een moment om in te stappen. Ik heb in ieder geval niet op mijn wensenlijstje staan, persoonlijk. Jos zegt, ik kreeg een lijstje van 13 steenkoolaandelen. Is het nog interessant om daar nu nog in deze sector te beleggen? Wellicht, even kijken of we hier ook hebben staan. Even kijken, steenkool. Dan zien we in ieder geval hier een koop- en een re-entry signaal. Want ja, we kunnen natuurlijk veel vinden van steenkool, maar we weten, we hebben nu eenmaal energie nodig. Dus Natural Resources Partner is in ieder geval nog steeds in die stijgende trend. En ook in de afgelopen periode zagen we in ieder geval een aantal mooie stijgingen. Ja, bijvoorbeeld hier zagen we een stijging naar het koopsignaal van zo'n 170%. Ook hier een mooie stijging. Hier eventjes door de stop los heen. Maar lijken in ieder geval wel weer de stijgende trend opgepakt te hebben. Dat is niet zo ver bij Alliance Resources. Wel een mooie stijging in het verleden die we hebben meegepakt. Alleen nu dus eventjes een rode achtergrondkleur. Nou, Hallador Energy Company. Zijwaarts wel in ieder geval een groene achtergrondkleur. Met vorige week in ieder geval een re-entry signaal. Dus ik zou dan nu in ieder geval dan niet in stappen. BHP wel ook een groene achtergrondkleur. Maar het is ook een beetje zijwaarts. Dus ja, of dit op je lijstje hoort, mag je natuurlijk voor jezelf bepalen. Ga je puur gewoon kijken naar, ik wil steenkool aandelen hebben. Of wil je op basis van bijvoorbeeld een pechratio. Zie in ieder geval, even kijken. Jasmin is verdwenen. Even kijken. Die heeft wel haar hand opgestoken. Even kijken. Zie ze volgens mij nog wel als co-host, maar ze is wel als gast. Even kijken. Ik ga eventjes toestemmen om co-host verwijderen en eventjes een nieuw co-host maken. Ik weet niet of daar iets mis is gegaan. Maar dan is in ieder geval weer co-host. Dan kunnen we ze misschien weer zien. Ja, de video is er weer. Je was er even uit. Ja, ik vond het even leuk om verstoppertje te spelen, om even de aandacht erbij te houden. Oké, precies. Nou, we hebben je weer gevonden in ieder geval. Dus goed dat je er weer bij bent. BHP, dus groene achtergrondkleur, maar een beetje zijwaarts. Dan hebben we, kijken, de volgende oplijst, Consol Energie. Nou, zien we ook, hè, drie mooie stijgingen in het verleden. Nu in ieder geval weer groene achtergrondkleur, maar het is ook een beetje zijwaarts. Dus er is zeker wel wat te doen, denk ik, in die steenkool. Alleen, je moet wel het kaf van het koren scheiden. Hè. Hier zie je bijvoorbeeld ook, hè, Ramaco van de 20 naar rond de 8. Dus daar moet je in ieder geval op dit moment niet zijn. En BTU, Peabody Energy, ook niet zijn. Rode achtergrondkleur. Wel in Warrior Met Coal. Dus dat is in ieder geval wel een speler blijkbaar die op dit moment voorzichtig weer wat momentum gaat krijgen. En Arch in ieder geval niet. Hè, rode achtergrondkleur. En Tech zou je eventueel, als je die op je lijst hebt staan, zou je die ook kunnen overwegen. Alleen nu is het dus niet het moment om in te stappen. We zitten dus nu voor de korte termijn even in het aan de trend. Dus qua steenkool zijn er wat aandelen die interessant zijn. Maar zeker niet allemaal, Jos. Ja, Frans zegt, ik wilde eigenlijk de nieuwe waar je aan werkt. Nou ja, die hadden we al beantwoord. En Reina zegt, kunnen we de aandelen vinden waar zowel trainingsvergeten zeer positief over is. En waar even zo simply Wall Street al licht op groen heeft staan. Nou, wat je dan het makkelijkste kunt doen, denk ik, is gewoon eigenlijk in twee stappen dat gaan bekijken. Dus je gaat eerst eventjes naar een screener. Nou, bijvoorbeeld, kijk hier even naar screeners. En dan hebben we hier bijvoorbeeld een stokscreener. En dan pakken we bijvoorbeeld de US Pech. Dan zijn in ieder geval daar de analisten enthousiast over. Op de Amerikaanse markt, met dus een voorwaarde pechratio tussen de 0 en de 1 staan.
En dat ze dus het afgelopen jaar in ieder geval winst hebben gemaakt. Nou, dan rollen daar dus 158 bedrijven uit. Die dus interessant zouden kunnen zijn. Onder andere is een Charles Schwab. Nou, en dan is het de kwestie, je kan dus die 158 bedrijven eventjes gaan bekijken. Er is niet een koppeling natuurlijk gewoon vanuit Simply Wall Street naar TradingView. Dus het is wel een kwestie dat je dat natuurlijk gewoon eventjes stap voor stap moet gaan doen. Maar even kijken als we Charles Schwab... Nou, maar ik denk dat er wel een mooie aanvulling op is, Harm. Wat we natuurlijk elke maandagochtend om 8 uur voor de leden die de TNF Gate hebben. Om 8 uur doen we dit eigenlijk ook, hè, elke maandag in de ochtend. Ja. Wat we dan eigenlijk doen, is dat wij, Reinout, is dat wij een analyse maken van de markt voor heel de week. En wat we daarbij eigenlijk doen, is een vooruitzicht voor heel de week maken. Want ja, maandag is natuurlijk de dag dat jij vooruitkijkt naar wat gaan we deze week in de gaten houden op een moment om in te kunnen stappen. Dus ik denk, Harm, dat juist van een hele mooie aanvulling is om erbij te benoemen. En daarnaast kun je natuurlijk altijd Simply Wall Street erbij houden. Maar dat aftikken doen we eigenlijk al op de maandagochtend. Dus ja, mocht je lid zijn, kun je dat terugbekijken. Ja, en wat we natuurlijk vooral ook doen, is we gaan kijken natuurlijk gewoon wat er op maandagochtend voor de beurs opent. Gaan kijken waar de koop- en verkoopsignalen waren van de afgelopen bedrijven. Dan heb je op die manier de kans, rustig de kans als de koersen stilstaan. Daarom doen we het op maandagochtend om 8 uur. Zijn de beurzen in Europa in ieder geval nog gesloten, ook in Amerika zijn gesloten. Dus lopen we eventjes door de markt en kijken dus naar waar de groene en rode pijlen dus staan. Dus Charles Schwab zou je dus op je verlanglijstje kunnen zetten. Alleen, op dit moment is dit niet het moment om in het aandeel te gaan stappen. Dus, ik zal die even sluiten. Het is ook niet heel overdreven natuurlijk, hè, maar... En we kunnen natuurlijk ook hier sorteren, market cap, maar bijvoorbeeld ook total score. Dan krijg je misschien een iets mooier lijstje. Hè? En niet op basis van de grootste bedrijven, maar op de meest interessante of de hoogste score op basis van de analisten. We kunnen bijvoorbeeld eens kijken naar, ook in de financiële hoek, maar PFS. Dat is Provident Financial Services. Even kijken, hier is mijn muis. Dus PFS, dat we kunnen vinden, Provident Financial Services. En dan zien we in ieder geval op dit moment nog niet echt een reden om daar nu gillend in te moeten stappen. Maar even kijken, als we kijken naar het verleden, nou, is er in ieder geval wel een mooie rit hier geweest die we hadden kunnen meepakken. Maar daarna is het eigenlijk een beetje zijwaarts gaan sinds 2018. Dus dit is niet het moment om in te stappen. Maar misschien wel een aandeel wat je mooi op je lijstje zou kunnen zetten. Of Shore Bank Shares. Zit Bank Holding. Zit ook in de financiële hoek. Even kijken of we die SHBI. Of we die kunnen vinden. SHBI. Shore Bank Shares. Nou, geldt een beetje hetzelfde voor. Dus wel interessant op je wensenlijstje, maar niet het moment om in te stappen. Ook in het verleden in ieder geval wel een mooie rit hier kunnen maken. We zien hier in ieder geval een koopje rond de 8. En dan weer uit rond de 16, 100% winst. Hier nog een mooi ritje, maar dit is nu niet het moment om hier natuurlijk gewoon iets mee te gaan doen. Dus zo kun je dus het lijstje een beetje afgaan. Het zijn in ieder geval bedrijven die wellicht interessant kunnen zijn. Alleen, we moeten zelf maar eventjes op het lijstje kijken wat de grote olifanten daar natuurlijk van vinden. Even kijken, wat voor vragen er verder nog binnenkomen. Jan-Pieter, die zegt, BHP is een van mijn bedrijven, steenkolen zijn een van de vele producten en moet je vooral zien in het kader van ijzererts. De vraag naar ijzer naast energiegeneratie. Dat de grote vragende partij China, India, Chinese economie heeft problemen. India groeit langzaam. Ja, dat heeft natuurlijk inderdaad gewoon ook alles te maken natuurlijk gewoon met die economische situatie waar we dus nu in zitten. En zo'n BHP is natuurlijk naast steenkool, zijn druk bezig met commodities. Hè? Dus het zijn, als de economie stijgt, dan zal de vraag naar energie en dus de vraag naar steenkool wellicht ook weer gaan toenemen. Maar bijvoorbeeld ook ijzererts,
Ja, daar heb je natuurlijk ook, als de economie aantrekt, natuurlijk ook meer ijzererts voor nodig. En nu zien we in ieder geval wel heel veel twijfel in de markt, in ieder geval of die economie natuurlijk gaat aantrekken. Frans zegt, je moet natuurlijk wel een betaald abonnement, Wall Street abonnement hebben, anders is het zeer beperkt. Klopt, en wat we kunnen doen natuurlijk, als je gaat naar belegger.com/simply, dan kun je ook, mocht je dat interessant vinden, in ieder geval ook kijken naar een abonnement. Ja, bij mij doet het niet omdat ik al ingelogd ben, maar anders kun je daar in ieder geval ook je aanmelden voor een abonnement om ook die data te gaan gebruiken. Ik gebruik het in ieder geval met heel veel plezier. En ik ben ook aan het kijken nog of ik een mooie bonus voor je eruit kan slepen. Als je dus via deze link dat kan doen. Dus ik daarover in gesprek met Simply. Kun je de link even delen, Harm? Ja, ik kan hem eventjes delen. Even kijken. Nou, dan ga ik even naar belegger.com/simply. En dan kijk je hier plakken. Even iedereen selecteren. Plak ik die hierin. En dan kun je dus op het linkje klikken, mocht je interesse hebben inderdaad, om je aan te melden. David zegt, Harm, wil je zo ACMR eens bekijken? ACM Resources, jazeker. Gaan we daar eventjes. Eerst even kijken naar de koers. ACMR, ACM Resources. Ja, hier hebben we hem gevonden. Nou, het is wel een redelijk... Excuus. Nou, nog een keer. Gezondheid. Dankjewel. Een redelijk dalende trend. We zien hier de koers van de $38 teruglopen naar de $6. Gelukkig zaten wij er dus niet in. En zit nu nog steeds op de glijbaan. Dus de vraag is of dit nu het moment is om daarin te stappen. Kunnen we wel even kijken hier naar Matta Andersen even vinden. ACM Resource. Nou, het is een beetje oranje. Niet echt heel overtuigend. We zien hier een high level of non-cash earnings. Dus er zijn wat eenmalige baten die een rol spelen. Maar geen cash. Dus dat is ook eventjes de vraag hoe betrouwbaar dan die winstgevendheid ook is. Als dat non-cash earnings zijn, kan het natuurlijk gewoon puur een boekhoudig iets zijn natuurlijk. We zien in ieder geval wel een aantal mooie opstekers. Price to earnings 13,5 onder het marktgemiddelde. Verwacht wordt in ieder geval dat de winsten gaan stijgen met zo'n 10%. Afgelopen jaar 100% erbij. En ze doen best goed ten opzichte van de sector in ieder geval. Nou, gaan we ook even kijken naar de PE ratio 13,5. Is niet super hoog. En als we gaan kijken naar de PEG ratio 1,2. Nou, we zitten niet onder de 1, maar wel dicht in de buurt. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat dat de analisten verwachten dat er in ieder geval zo'n 10% winstgroei gaat ontstaan. Dus ja, in dat opzicht wellicht interessant om het in de gaten te houden. Maar op dit moment in ieder geval niet interessant om te kopen wat mij betreft. Omdat de koers nog steeds gewoon in een glijvlucht zit. Korte termijn gaat het wel in ieder geval ietsje beter. Hè? We zien hogere bodems. Dus er komen op een eerder niveau komen al die kopers in de markt. Dat zien we hier ook gebeuren. Dus het zou kunnen zijn dat er weer een omslag plaatsvindt. Maar we gaan dus niet af op wat zou kunnen. We gaan het ook hebben op, natuurlijk op basis van objectieve criteria. Moet er dus sprake zijn van een stijgende trend op de korte, middellange en lange termijn. Voordat wij gaan instappen. Dus Frans zegt santé. Dankjewel Frans. Het is in ieder geval, hier schijnt het zonnetje, maar regenseizoen begint hier in ieder geval. Van het weekend kwam ik met bakken uit de lucht. Dus misschien dat ik daardoor in ieder geval eventjes iets heb opgelopen, maar of gewoon eventjes een kriebel in mijn neus kan ook zijn. Als je vragen hebt, laat ze eventjes weten via de chat en dan kunnen we ze nu eventjes bekijken. En anders gaan we nog eventjes verder neuzen in de sector die het afgelopen tijd goed heeft gedaan. We hadden gekeken naar KB Home, we hebben gekeken naar Pulter Group. En even kijken of er nog wat moois tussen zit. Bijvoorbeeld Stantec.
heeft gedaan, Quanta Services Incorporated. Want die zitten in de construction services. Wat wel interessant is natuurlijk, hè? Want als we kijken natuurlijk gewoon naar de economie en de staalsector, dan is er niet heel veel groei. Maar hier blijkbaar zijn dus de grote olifanten wel enthousiast natuurlijk gewoon over deze sector, de construction services industry. Dus die zeker interessant om te volgen. Maar misschien kunnen we kijken naar, als je wilt, misschien kunnen we even kijken naar Nvidia. Nvidia. Dat kunnen we even doen. Heeft het in ieder geval in het verleden vrij aangenaam. En Nvidia. Nvidia Corporation. Hier hebben we in ieder geval een koopsignaal gehad. En staan we in ieder geval een stukje hoger. 136%. Dus de vraag is of je er nu nog in wil stappen. We zien namelijk dat een aandeel over het algemeen de neiging heeft om na een stijging, zien we hier bijvoorbeeld ook een hele mooie stijging, na een stijging een daling en een stijging, wellicht weer een daling, vraag ik altijd wanneer. Kans is natuurlijk wel steeds groter als er dus een 100% stijging is geweest, dat er op een gegeven moment ook weer een omslag komt in het sentiment. Maar misschien ook eventjes goed om dit aandeel ook eventjes nog verder te bekijken wat de analisten ervan vinden. NVDA. Ofwel Nvidia. We zien in ieder geval hier niet heel enthousiast. In ieder geval, het is veel oranje. Twee waarschuwingen. Minder winst, een lagere winstmarge dan vorig jaar. En ook het bestuur is zeg maar afgelopen 3 maanden hun aandelen aan het verkopen. Dus dat is natuurlijk de vraag natuurlijk, hè, of zij meer weten dan wij natuurlijk. Nou, we zien in ieder geval een koers-winstverhouding hier van 217. Nou, veel hoger worden ze volgens mij niet, hè? Als het een paar honderd keer. Dus dat is natuurlijk ook een waarschuwing om eventjes voorzichtig te zijn. En een pechratio rond de 8. Dus ja, er is winstgroei, maar de verhouding, hè, is hier 1%. Maar staat niet echt in verhouding om daar nu echt, heel snel gillend in te moeten gaan. Dus er is een forse stijging geweest. We zien dus ook al dat de koers behoorlijk opgelopen is op dit moment. En ook gecorrigeerd voor de winstgroei. In ieder geval niet echt een reden wat mij betreft om erin te stappen. Jasmin. Ja, Pieter, wat vind je van de berichten over Binance en Coinbase? Ja, het lijkt alsof de oorlog op de crypto's toch al echt serieus nu wordt ingezet. Dat we met z'n allen zo meteen toe moeten naar de CBDC, de Central Bank Digital Currency. Als je daar meer over wil weten, je kan ook even googlen op ISO 20022. Daar staat alles uitgelegd over hoe die Central Bank Digital Currency eruit komt te zien. Hoe dat geprogrammeerd gaat worden, zodat jij in ieder geval een soort van waardebonnen krijgt van de centrale bank. En dat de centrale bank gaat beslissen wanneer je die moet uitgeven, waar je die aan mag uitgeven. Als je het een goed plan vindt, dan prima. En als je het geen goed plan vindt, dan is cryptocurrency wellicht wel een interessante. Alleen, de oorlog op de crypto's wordt natuurlijk wel ingezet. Dat zien we in ieder geval. Coinbase, Binance. Binance is natuurlijk een grote en misschien wel een van de grootste beurzen wereldwijd. Heeft aangegeven dat ze Nederland gaat verlaten. Dat ze krijgen niet voor elkaar dat ze dus toestemming krijgen om hier dus in Nederland een business te mogen runnen. Dus dat is natuurlijk opmerkelijk. Hè? Zo'n grote partij die dus van de Nederlandse overheid in ieder geval geen toestemming krijgt om hier actief te mogen zijn in Nederland. Dus ik vind het in ieder geval wel een schokkende ontwikkeling. En het geeft ook in die zin ook wel een klein beetje aan dat het wel goed is om misschien op zoek te gaan naar alternatieven, dat je niet je geld volledig in zeg maar Nederland houdt, maar ook gaat kijken naar alternatieven. Dus Danouze zegt, Harm, naar welke onderdelen kijken nu precies om aan te geven of een aandeel momentum heeft? Nou, momentum heeft, als we hier naar gaan kijken bijvoorbeeld,
Momentum kunnen we kijken eigenlijk op 3 verschillende niveaus. Dus we kunnen kijken op momentum op de lange termijn. Nee, dus daar kijken we naar die 62 weken voortzettend gewoon gemiddeld. Dat is die paarse lijn. Of op het momentum is op de middellange termijn. Dus of de koers 2 weken lang boven de 4 weken voortzettend gewoon gemiddeld is. En momentum op de korte termijn. En dat doen we door te kijken of de koers hoger is dan de week daarvoor. Nou, als er dus momentum is voor de korte, middellange en lange termijn, dan krijgen we een koopsignaal. Of als er al een koopsignaal is geweest, zoals hier bijvoorbeeld, dan krijgen we een re-entry signaal. Dus dan krijgen we op die manier een herkansing om alsnog in te stappen, mochten we het koopsignaal hier hebben, dus, hebben gemist. Dus dat is eigenlijk een manier om te kijken naar momentum. Momentum geven ze eigenlijk aan dat de koers dus steeds hoger en hoger en hoger gaat. Ja, dus iets wat de neiging heeft, of wat in beweging heeft, is vaak de neiging om verder door te gaan met diezelfde beweging. Zowel omhoog, maar ook naar beneden. Hier zien we dus een duidelijk momentum naar beneden. En daar maken we dus gebruik van om te kijken of wij dus moeten instappen of moeten uitstappen door te gaan kijken naar koop- en verkoopsignaal. Dus hopelijk dan kun je daarmee in ieder geval ook uit de voeten. Een kortzicht, Bitfavo bijvoorbeeld. Bitfavo, volgens mij hebben die ook een notering, maar niet helemaal zeker. Bitfavo. Nee, we hebben geen notering hier. In ieder geval wel de munt in ieder geval, maar we kunnen hier in ieder geval verder niet hier iets van vinden, want er is in ieder geval hier geen koersontwikkeling. Even kijken of Binance. Nee, dat is ook niet beursgenoteerd hier. En ik denk ook niet. Even kijken hoor. Nee, ik moet even eens. We springen in Coinbase. Coinbase Global. Kijk, deze hebben we een notering. En hier zien we in ieder geval ook dat dit ook fors onder vuur ligt. Koers hier $388, nu $60. Wij zitten er gelukkig niet in. We hebben geen enkele keer een koopsignaal gehad. En zoals het er nu in ieder geval op lijkt, hoeven we dat op de korte termijn ook niet te gaan verwachten in ieder geval. Dus, maar dat geeft in ieder geval aan. De toezichthouders, ja, die zijn hier niet echt dol op. We hebben bijvoorbeeld ook een aantal rechtszaken gevoerd tegen Coinbase, waarvan Coinbase volgens mij er wel weer eentje heeft gewonnen. Het is en blijft natuurlijk gewoon een sector die grote kansen biedt, maar ook grote risico's met zich meebrengt. David zegt, ik zie soms onderaan de chart een oranje S staan met split. Wat houdt het precies in? Als er een koersen split is geweest, dan is dat niet hier, want hier is geen splitsing geweest. Ik weet niet of we ergens hier een splitsing hebben gezien. We moeten vaak dan een beetje inzoomen om dat beeld te krijgen. Maar het geeft aan dat de koers wordt gesplitst in 2 of in 3 of in 4 of in 10. Als de koers op een gegeven moment dus te ver is opgelopen, stel bijvoorbeeld dat voor de verhandelbaarheid, hè, zie je bijvoorbeeld de koersontwikkeling, de koers zit nu boven de $100. En dan kan het dus zijn dat een aantal mensen er dus moeite mee heeft om die te kunnen kopen. En dan wat ze dan doen, is dan gaan ze een stoksplit doorvoeren, zoals ze weten. En dan betekent eigenlijk dat jij dus 2 nieuwe aandelen bijvoorbeeld krijgt in ruil voor 1 oud aandeel. Dus dan wordt de koers dus gesplitst in 2. En over het algemeen doet het bestuur omdat ze verwachten dat de koers verder in waarde gaat stijgen. Dus het is ook vaak een signaal vanuit het bestuur dat ze nog wel verwachten dat er nog wel een stijging van de koers, in ieder geval, dat zij dat in ieder geval verwachten. Dus het is vaak een teken van vertrouwen van het bestuur. Danoes zegt helemaal duidelijker van het momentum. Dankjewel, graag gedaan Danoes. En kort zegt Bitfavo als platform voor crypto. Ja, als platform zou het nog zeker interessant kunnen zijn. Het is en blijft natuurlijk wel iets om voorzichtig mee te blijven zijn. Ik ben zelf altijd van mening, zo'n platform is leuk, maar een bekende uitspraak ook in cryptoland is op het moment dat jij niet, als jij dus niet de private key hebt, als je dus niet
zelf de beheer weer hebt over jouw wallet. Ja, bijvoorbeeld door middel van een ledger of een ander device. Ja, dan betekent dus als de exchange wordt gehackt, als de exchange omvalt, dan kun je wel eens een probleem hebben. Behalve dus op het moment dat jij dezelfde private key hebt. Ook bijvoorbeeld in geval van Canada, als jij de truckers die aan het staken waren tegen de overheidsmaatregelen, als jij die dus hebt gesteund door middel van een Bitcoin transactie of een Ethereum transactie, dan werd jouw wallet adres werd geblacklist en was je dus je geld kwijt. Dus op het moment dat jij dus iets doet wat de overheid niet leuk vindt, dan loopt dus het risico dat de overheid zegt, dan ben je geld kwijt. En ook de bankrekeningen werden bevroren voor mensen die dus de truckers geld hadden overgemaakt met de truckers bijvoorbeeld. Dus zolang je alles doet wat de overheid leuk vindt, is niks aan de hand. Op het moment dat jij iets doet wat de overheid niet leuk vindt, hè, bijvoorbeeld mensen helpen die het niet eens zijn met overheidsbeleid, dan moet je er wel voorzichtig zijn met dit soort zaken. Dus dan is het handig om zelf in ieder geval een wallet te hebben. Jasmin zegt, voor vragen support kun je ook altijd een 1-op-1 inplannen via canopy.com/jasminbeleggen. Mooi, of een mailtje sturen naar jasmin@beleggen.com. Ja, dus als je nog vragen hebt, dan kun je daar in ieder geval terecht bij Jasmin. Dus Sjoe zegt foutje. Nou, ik weet niet maar wat dat voor foutje was. Of ik een foutje maakte, of Jasmin, of Sjoe een foutje maakte, ik weet niet. Maakt er misschien niet heel veel uit. We blijven mensen, dus we mogen foutjes maken. En Robert zegt, Bitfavo heeft niet alle crypto in de aanbieding zoals Binance. Wel een goede partij. Ja, volgens mij Bitfavo, Binance zijn wel gewoon grote partijen, stabiele partijen. Dus om erop te treden is op zich prima. Wil je voor de lange termijn in ieder geval daar geld aan houden, dan denk ik dat het verstandig is om ook te gaan kijken naar in ieder geval een eigen wallet. Zoals bijvoorbeeld een Trezor of een Ledger. Lucien zegt, kun je die Bidu nog eventjes bezien in Wall Street? Ja, zeker. Bidu is volgens mij een Baidu, als ik me niet vergis. Baidu. Ja, Baidu. Ja? Maar dat is voor mij de ticker van Baidu is Bidu. Ja, en dan zien we in ieder geval hier wel een koopsignaal, een re-entry signaal, maar de afgelopen twee weken... Of de afgelopen week in ieder geval, en ook de huidige week. Ja, dus de week die begon op maandag, dus voor vandaag. Is nog niet echt een reden om in te stappen. Wellicht interessant, maar op dit moment is het nog eventjes niet. Koers duikelt die ook hier van de 340 naar de 73. Dus op dit moment in ieder geval niet echt een reden om hier in te stappen, omdat we dus geen re-entry zien. Maar we zien dus wel ook in het verleden dat er best wel wat moois mee te doen was. Hè. Hier 175% in de plus, maar wees er wel weer op tijd uit als je dus een buy exit krijgt of een sell in ieder geval. Dus Baidu, even kijken, in Wall Street. Maar Simply Wall Street, wacht even, dan hebben ze het op het verkeerde scherm, Lucien. Maar dat kunnen we zo, als het goed is, weer rechtaan bereiden. Even kijken, Baidu, zelfs met de typfout, snapt hij wat ik bedoel. Nou, zien we hier in ieder geval, er zijn geen risico's, dus dat is weer belangrijk. Maar wel aan de pluspunten, onder andere dat ze dus onder hun fair value zitten. Dat er 14,6% winstgroei wordt verwacht, dat ze winstgevend zijn geworden en dat de analisten er wel over eens zijn dat de koers moet gaan stijgen. Nou, dan eventjes nog kijken naar de koerswinstverhouding 25. Niet super hoog, ook niet super laag overigens. Maar wat wel interessant is, is die PEG-ratio 2,2, iets aan de hoge kant. Maar 14,6 is natuurlijk een mooie winstgroei die wordt verwacht. Het is niet echt een aandeel wat we dus op basis van die PEG-ratio dus zouden moeten kopen. Maar dit zijn natuurlijk wel een aantal, geen risico's, maar wel een aantal opstekers. En het feit natuurlijk gewoon dat ze ook
Deze moet ik hebben. Dat we dus vooralsnog in ieder geval weer even in een stijgende trend zitten. Even deze laten zien. Dus het zou kunnen dat we in ieder geval weer aan de vooravond staan van wat moois. Een mooie stijging. Misschien ook dit weer een mooie stijgende trend. Het lijkt alsof we hier in ieder geval een hogere bodem gaan vormen. Dus wellicht wordt dit nog wat in de toekomst. Dus als je het interessant vindt, hou in ieder geval in de gaten. Kijk gewoon wanneer er dus weer een re-entry signaal komt om dus weer in te gaan stappen. Even kijken. Dan spring ik net mijn chat weer eventjes aan de kant. David zegt, was weer leerzaam. Bedankt, fijne avond. Dankjewel David, ook leuk dat je er weer was. En Jos zegt, is het interessant om een synthetisch aandeel op te zetten op voor het aandeel Nvidia? Is synthetisch aandeel short? Vind ik zelf lastig, want short gaan is natuurlijk best wel een risico. Ik zal even de koers even bijpakken. NVDA. Want de trend is natuurlijk opwaarts en je gaat dat met dan tegen de wind in fietsen. Dat is niet iets wat ik graag wil doen. Puur vanwege het feit dat ik denk dat er een flinke stijging al achter de rug is. Dus ik zou er nu niet short in gaan. Ik zou overigens sowieso voorzichtig zijn met short gaan in aandelen. Want wat we dus ook hier bijvoorbeeld zien. Hier is de koers behoorlijk geduikeld. Hè? Er ging hier van de 330 naar de 100. Ging twee derde van de koers ging eraf. Dus op het moment dat je hier dacht van, hey, dit gaat, als we dit allemaal nog niet zouden weten, dan had je misschien gezegd van, joh, laten we short gaan in het aandeel. Nou, vervolgens gaat de koers van het aandeel van de 100 ineens naar de 400. Dus op het moment dat jij dan short was gegaan, dan had je natuurlijk toch wel een uitdaging. Ik denk niet dat je hier heel veel vrolijker van wordt. En het heeft ook te maken dat als iets zo hard is gedaald, je kan het een beetje vergelijken met een bal die onder water wordt gehouden. Als op een gegeven moment er een omslag komt, dat er ook een forse stijging kan ontstaan. Hier zien we dat in een hele korte periode ergens 68%, 100%, in dit geval zelfs 300% koersstijging plaatsvindt. Ja, dus dat gaat dan heel hard. En als jij dus tegen de wind in aan het fietsen bent, dan heb je dus behoorlijke tegenwind. Dus dat is niet echt aan te raden, denk ik. Dan Maria zegt, dank voor de info en nog fijne avond. Dankjewel, Maria, jij ook. En Pieter zegt, interessant weer, tot volgende week. Dankjewel, Pieter, jij ook, tot volgende week. En Joop zegt, bedankt weer en tot de volgende keer. Robert zegt, bedankt, iedere keer weer leerzaam. Nou, Robert, ik doe in ieder geval mijn uiterste best om er iets leerzaams van te maken, samen met Jasmin. Natuurlijk doen we dat in ieder geval. Mocht je een vraag hebben aan Jasmin, bijvoorbeeld over de Trading Navigator of bijvoorbeeld over coaching. En we helpen beleggers natuurlijk ook gewoon om dit ook in de praktijk te gaan brengen. We hebben nu eventjes in een uurtje, lopen eventjes door de markt heen. Kun je vragen stellen, maar we hebben natuurlijk ook gewoon coaching die we natuurlijk ook aanbieden en de software. Dus mocht je er meer van willen weten, neem even contact met Jasmin via jasmin@belegger.com of plan even een afspraak in via de link die Jasmin heeft gedeeld. Arie zegt bedankt en tot de volgende. Dankjewel Arie, ook leuk dat je er was. En Leo zegt bedankt, was weer interessant, top. En als ik het goed uitspreek, Fadila zegt dankjewel Harm, het was weer leerzaam. Hoe is het in Mexico? Nou, in Mexico is het fantastisch. Dus hier schijnt het zonnetje. Het is wel bewolkt. Het regenseizoen staat hier op punt van aanbreken. Dus waarschijnlijk gaan het de komende weken in ieder geval weer met bakken uit de grond komen. Dus dan kun je het gras bijna zien groeien, want soms schijnt de zon en dan komt er weer een bak regen uit. En als dat gewoon een paar keer achter elkaar doorgaat zo gedurende de week, dan kun je het gras bij wijze van spreken zien groeien. Cor zegt, short gaan, een daling gaat meestal vier keer sneller dan een stijging. Klopt, maar wat je ook vaak ziet is dat die daling, als het heel hard is gedaald, ook weer heel hard kan gaan stijgen. Dat zie je bijvoorbeeld ook hier, 300% stijging in 35 weken of zo, 246 dagen, is ook niet niks. Dus die stijging is ook wel heel fors.
te noemen. En dat heeft ook alles te maken met die short squeeze die ontstaat. Al die mensen die short zijn gegaan, zijn die op dat moment ineens zien dat de koersontwikkeling ook wel weer hard de andere kant op kan gaan. Dus Harry zegt dank weer voor de leerzame sessie. Fijne avond. Dankjewel Harry. Jij ook. En John zegt bedankt iedereen. Tot de volgende keer. Dankjewel ook John. Piet zegt dank tot de volgende maal. En Caroline zegt dank je. Graag gedaan Caroline. Rut zegt dankjewel. Fijne avond. En Karel zegt bedankt tot de volgende. Sjoerd zegt bedankt luidjes. Ik ga op de fiets tot de 7. Nou, ik hoop niet dat je tegenwind hebt in ieder geval. Dan Sjoerd. In ieder geval wind mee hebt. En Patrick zegt ook dank aan jullie beiden. Steeds leerzaam. Top. Dankjewel Patrick. En Reinhard zegt ook veel dank. Altijd fijn om deze info te krijgen. Top. Hartstikke goed. En Lieve zegt bedankt. Tot een goede avond. Tot de volgende. En Danoes zegt, ik wens je een mooi weer toe en een fijne tijd was weer deze. En volgens mij is het in Nederland ook super weer, als ik me niet vergis, Jasmine. Ja, nou, vandaag is het wat bewolkter, maar we hebben niks te klagen. Vooral niet na afgelopen weekend, 30 graden. Dus het was zondag. Het was gisteren echt heel erg warm. Wow, maar goed, was het wel goed, was je vrij. Dus misschien gewoon lekker ook wat verkoeling gezocht. Bij het water. Dus dat in ieder geval. Ja, leuke dingen gedaan, zeker. Ah, mooi, 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 mooi. Hartstikke goed. Henk zegt bedankt, Harm en Jasmin. Tot de volgende keer. En Fadila zegt ook, je sprak mijn naam goed uit. Mooi, hartstikke goed. Fijne avond, Jasmin. En Jasmin zegt, fijne avond, Fadila. Fijne avond, Henk. En Jos zegt, bedankt voor het beantwoorden van de vraag. Graag gedaan. Carlos, bedankt voor haar. Altijd interessant, jouw info. Tot de volgende. Carlos, afgesproken. Zijn we de volgende week zijn we er gewoon weer van de partij. En Mai zegt ook, fijne avond en dankjewel. Wim zegt dankjewel. Tot de volgende. Dankjewel. Wim, ook leuk dat je er weer bij was. En Lucien zegt ook bedankt voor je deskundige uitleg en tot de volgende. Ricky zegt dankjewel, tot de volgende keer. Volgens mij zijn we aan het einde gekomen, denk ik, Jasmin. Wat denk jij ervan? Ja, zeker weten. Ik vond weer een leerzame avond. En ook superleuk om weer te zien. Het lijkt, Harm, alsof elke week de groep steeds meer groeit. En ja. De mensen herkennen me ook inmiddels. We zien echt hele bekende namen voorbij komen. Ik krijg ook mailtjes van een hoop mensen. Dus mijn agenda staat voor heel deze week helemaal vol. Maar leuk om te zien. En voor de laatste mensen, mocht je toch nog vragen hebben, kijk, zo'n groep voor verwanten is natuurlijk altijd heel erg leuk. Maar ik kan me best voorstellen als je denkt, nou, ik moet toch echt even die ene vraag stellen die ik nu niet heb kunnen stellen. Laat even weten. Ik zal proberen zo goed mogelijk te helpen. Lukt het mij niet, dan zal ik zeker beloofd Harm bellen om in te schakelen. Maar voor nu, wees er vooral bij elke keer. En dank jullie wel voor jullie tijd en aandacht op deze maandagavond. Top, top, top. Heel goed. Nou, ik zie nog een paar. Barend, die zegt ook dankjewel. Was weer geweldig, zegt Martin. Herbert zegt dankjewel. Jasmin en Harm, fijne aanzetten. Dankjewel Herbert. Jij ook in ieder geval een hele fijne avond gewenst. Dus Jasmin, mag ik jou weer ontzettend bedanken voor jouw support. Ja, zeker weten. Jij ook bedankt Harm, voor je effort vooral. Graag gedaan, graag gedaan. Ik vind het altijd leuk om te doen. Dus ik zeg in ieder geval iedereen ook die er aanwezig was, in ieder geval super bedankt voor de vragen, voor de leuke interactie. Cor zegt ook fijne avond en veel plezier. Dankjewel Cor. Jij ook in ieder geval heel veel plezier gewenst. En wij zijn er volgende week weer om 7:45. En dan gaan we om 8:00 weer door de markt lopen. Dus ik zou zeggen, maak er in ieder geval een hele mooie week van. En hopelijk tot binnenkort weer. Ja, moet goed komen. Tot volgende week Harm. Nou, we doen. Goedjes. Oké, doei. Hoi, hoi. Doei.